Goedemorgen, beste studenten, beste leerlingen van het middelbaar. Ik ben Sander Wouters. Ik ben adviseur personenbelasting op het kabinet van minister Van Petegem. Minister Van Petegem is vandaag helaas verhinderd. Hij kan de vragen zelf niet komen beantwoorden, waarvoor hij zich eigenlijk wel sterk excuseert. Dus ik zie een vraag van een Laura staan, die vraagt wanneer dat je eigenlijk je belastingaangifte moet invullen. Wanneer moet je belastingaangifte invullen? Dat is eigenlijk, oftewel is dat vanaf dat je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt, oftewel is dat vroeger al, als je al een beroepsinkomen hebt, en dan gaat het meestal over studentenjobs. Hè. Dus als je een studentenjob uitoefent gedurende het jaar, gedurende maanden juli, augustus bijvoorbeeld, dan moet je eigenlijk al veel vroeger je belastingaangifte invullen. En dat is bijvoorbeeld vanaf je 16e. Ik zie ook een vraag van Glenn, die vraagt of dat als je een studentenjob hebt, hoe dat je dan eigenlijk de cijfers op de juiste plaats van je belastingaangifte invult. Wel, dat is eigenlijk heel gemakkelijk. Je doet dat eigenlijk op basis van de cijfers die jouw werkgever jou jaarlijks opstuurt nadat je jouw studentenjob hebt uitgeoefend. Dus de werkgever geeft altijd is verplicht vanuit de wetgever om een documentje op te maken en is ook verplicht om dat jaarlijks naar jou op te sturen. En daarin staan alle noodzakelijke gegevens die jij dan zou moeten invullen op jouw belastingaangifte. Ik zie ook een vraag over BTW. Dus de minister heeft ook iets gezegd over BTW. Ik zie staan waarom dat er, of dat er eigenlijk wel verschillende BTW-tarieven bestaan. Ja, dat klopt. Er bestaan eigenlijk vier categorieën van BTW-tarieven. Het normale tarief van BTW, dat is 21% in België. En dat geldt eigenlijk voor alle goederen, tenzij dat daar door de wetgever een apart tarief is voorzien. En de aparte tarieven zijn oftewel 12%, oftewel 6%, oftewel 0%. Die van 12%, dat is een vrij kleine categorie. En dat gaat bijvoorbeeld over huisvesting in het kader van sociaal beleid. Dus eigenlijk bijvoorbeeld sociale woningen die vallen daaronder. Als we gaan kijken naar BTW-tarief voor 6%, dan komen we bijvoorbeeld ook bij eten en drinken dat je gaat kopen in de supermarkt. Dat is allemaal aan 6%, buiten dan natuurlijk alcoholische dranken. Alcoholische dranken die blijven eigenlijk onderworpen aan het tarief van 21% BTW. Het 0% tarief, dat is eigenlijk een heel speciale categorie. Dat gaat eigenlijk over kranten en tijdschriften. Kranten en tijdschriften, daar moet je dus geen BTW op betalen. Ik zie ook een vraag staan, ook in het kader van BTW, namelijk de vraag van als je een nieuwe smartphone koopt, of dat ik dan BTW bovenop de aankoopprijs zal betalen. Als je een smartphone gaat kopen, dan betaal je eigenlijk BTW inclusief. Dus de BTW is eigenlijk al in de aankoopprijs verrekend. Je kan dat direct terugvinden op jouw aankoopbewijs, dus jouw kassaticket. En daar staat eigenlijk heel mooi opgelijst wat de eenheidsprijs is, dus dat is de aankoopprijs zonder BTW, en wat dan de prijs is inclusief BTW. En je ziet dat er eigenlijk staan, apart in een categorie, waarbij dan eigenlijk het tarief van de BTW opstaat op je kassaticket en ook de totale verschillende BTW die je moet betalen. Als ik verder scroll in de vragen, dan gaan we terug naar de studentenjob, hè. Dus dat is heel belangrijk voor jullie. Dus de minister heeft ook gesproken in de les over wat er dan eigenlijk gebeurt als je meer uren presteert dan maximaal toegelaten, hè. Dus de minister heeft gezegd dat je eigenlijk maar gedurende het jaar 475 uren studentenarbeid mag presteren.
Wat gebeurt er dan als je er eigenlijk over gaat? De minister heeft dat ook duidelijk aangegeven. Als je dus bijvoorbeeld 476 uur betaalt, dan zal je dus meer sociale zekerheidsbijdrage moeten betalen. Wat natuurlijk ook niet wenselijk is. Dus je kan daar beter voor opletten dat je eigenlijk niet meer uren presteert dan wettelijk toegelaten. Maar natuurlijk in dat kader ook, en daar moet je ook heel goed voor opletten, dat als je naast, je hebt naast het aantal uren voor studentenarbeid, heb je ook een plafond van inkomsten uit studentenarbeid dat je eigenlijk jaarlijks maar mag verdienen. En de minister heeft dat ook aangegeven en dat is heel belangrijk voor jullie. Namelijk, je mag gedurende het jaar niet meer verdienen dan 7.045 euro aan studentenarbeid. Waarom is dat? Omdat dat plafond zorgt ervoor, als je beneden dat plafond blijft, dan verliezen jouw ouders dus niet het fiscaal voordeel voor kinderen ten laste. Dat is een heel belangrijk voordeel voor ouders, omdat ze dan natuurlijk minder belastingen moeten betalen. En eigenlijk het voordeel van kinderen ten laste, dat verhoogt naarmate je meer of minder kinderen hebt. En natuurlijk, dus als jij als student boven dat plafond van 7500 euro uitkomt gedurende het jaar, dan zullen je ouders natuurlijk helaas dat fiscaal voordeel verliezen. En ik kan mij wel inbeelden dat ouders dat niet graag zien gebeuren, dus je kan er beter voor opletten om beneden dat plafond te blijven. Ik zie ook een andere vraag komen over waar dat je eigenlijk meer informatie kan vinden over jouw studentenjob. Je kan eigenlijk alle informatie terugvinden op Student at Work. Dat is eigenlijk een heel gebruiksvriendelijke en heel duidelijke website die dus aangeeft wat jouw verplichtingen zijn, waaraan dat je eigenlijk allemaal moet voldoen en hoe dat je bijvoorbeeld jezelf moet registreren om studentenarbeid te kunnen doen. En je vindt er ook natuurlijk alle informatie terug. Eenmaal je bent aangemeld, vind je alle informatie terug over het aantal uren dat je al gepresteerd hebt, het aantal uren dat je nog kan presteren en bijvoorbeeld de inkomsten die je al binnen studentenarbeid al hebt ontvangen. Ik zie ook een vraag van Tim. Die vraagt van of ik als student belastingen moet betalen. Ja, natuurlijk. Iedereen die beroepsinkomen verkrijgt, moet belastingen betalen. Dat is eigenlijk een heel principiële kwestie of een principiële regel in ons land. Dat iedereen die beroepsinkomen ontvangt, dat hij daar belastingen moet betalen. Ook als je bijvoorbeeld als je nog geen 18 jaar bent en je voert toch al een studentenarbeid uit. Ik zie ook een vraag nu over waarom dat de vennootschapsbelasting zo weinig is ten opzichte van de personenbelasting. Daar is eigenlijk een heel gemakkelijk antwoord op te geven. Namelijk, dat heeft vooral te maken met het feit van hoeveel vennootschappen of bedrijven er onderworpen zijn aan die belasting vergeleken met het aantal personen, natuurlijke personen, dus burgers zoals jij en ik, die onderworpen zijn aan de personenbelasting. Bedrijven hier in België, dat is ongeveer, ik kan daar geen exact getal op plakken, maar het zijn er ongeveer in de grote orde tussen ongeveer 1 miljoen bedrijven bijvoorbeeld. Als je dat vergelijkt met het aantal inwoners van België die principieel belastingen moeten betalen, dan zitten we toch gemakkelijk in die categorie van 8 of 9 miljoen personen. Dus je zal al zien, natuurlijk aanvankelijk van het aantal mensen die onderworpen is aan de belasting, dat je natuurlijk in absolute cijfers meer belastingen verkrijgt als staat ten opzichte van een andere belasting. Dus daardoor, in de vennootschapsbelasting heb je eigenlijk minder bedrijven, dus minder onderworpenen, dus minder belastingplichtigen, ten opzichte van belastingplichtigen binnen de personenbelasting. Oké, dan gaan we over naar de volgende vraag. Gaat weer al over de studentenjob.
Dus de vraag luidt van, ik ben student en werk elke zaterdag, dus hoe weet ik welke bedragen ik op mijn belastingaangifte moet invullen? Ik heb het er juist eigenlijk ook al gezegd, je vindt alle informatie terug op de fiche die jouw werkgever jou zal opsturen. En je vindt die fiche eigenlijk ook terug als je inlogt via MyMinFin. Vind je die fiche ook wel terug onder de noemer documenten. En daar kan je dat eigenlijk allemaal in terugvinden. En daar staat eigenlijk heel duidelijk aangegeven welke inkomsten dat je hebt verkregen voor jouw studentenjob. En welk bedrag dat je dan eigenlijk moet invullen op je belastingaangifte. Maar, en dat is dan eigenlijk een heel belangrijke tip, als je je belastingaangifte invult, dan wordt meestal al aangegeven door de Belastingdienst zelf welke bedragen waar moeten worden ingevoerd. Want de Belastingdienst weet eigenlijk op voorhand al heel veel over de inkomsten die je eigenlijk gedurende het jaar hebt verkregen. Dus uit de dienstverlening die dan eigenlijk onze Belastingdienst wil aanbieden aan haar burgers, is dan eigenlijk ook van, ja, als ze die informatie al heeft, dan zet ze dat eigenlijk al op de belastingaangifte die jij dan eigenlijk dan nog enkel nog maar moet controleren. En dat is eigenlijk heel belangrijk. Dus als er al gegevens zijn ingevuld door de Belastingdienst, dan moet je er altijd naar kijken om te controleren of dat wel juist is. Want soms kan het wel eens gebeuren dat daar foutjes in staan en dan is het niet zo prettig dat je dan rechtszettingen moet gaan vragen bij de Belastingdienst, want daar kruipt tijd en moeite in om dat recht te trekken. Dan zie ik een vraag over de bedrijfswagen, hè, dus de firmawagen van het werk, of dat die ook wordt belast. Ja, natuurlijk, die wordt ook belast. Als je een voordeel krijgt van jouw werkgever, en dat is bijvoorbeeld een wagen of een gsm of een computer of een bureaustoel, noem maar op. Dat is een voordeel dat niet in geld is, dat niet in geld wordt gegeven, maar dat eigenlijk gewoon zelf fysiek aan jou wordt gegeven. Dus bijvoorbeeld zo'n bedrijfswagen, dan betaal je daar dus belastingen op. Maar voor de bedrijfswagen is dat eigenlijk een heel aparte berekening. Dat is heel specifiek voor de waarde van de bedrijfswagen, dus de werkelijke waarde van de bedrijfswagen wordt eigenlijk niet in aanmerking genomen, maar eerder een forfaitaire waarde, waar eigenlijk een iets complexer berekening achter zit, en die ga ik jullie besparen. Dan zie ik een vraag over het nut van belastingen. Hebben belastingen ook werkelijk een nut? En is de staatsschuld aan het krimpen? Op de eerste vraag, hebben belastingen een nut? Jazeker, belastingen hebben een zeker nut. Want met belastingen kan eigenlijk de staat een aantal diensten betalen. Heel belangrijke, essentiële overheidsdiensten. Om maar te zeggen, het loon van jouw leerkracht wordt betaald met belastinggeld. Dus als wij geen belastingen zouden innen, dan zouden wij ook leerkrachten niet kunnen betalen. En dan zouden wij ook geen onderwijs kunnen aanbieden aan jullie. En wat is er nog nodig? Waarom hebben we belastingen nog een nut? Ja, bijvoorbeeld ook voor andere essentiële diensten zoals justitie. Dus er moet recht gesproken worden, er moet ook recht gehandhaafd worden. Politie, dat is ook een essentiële overheidsdienst, die wordt ook betaald met belastinggeld. Net zoals de brandweer. Want als jouw huis in brand zou komen te staan, heb je ook heel graag dat er professionele mensen zijn die met lijf en leed de brand komen bestrijden. Ja, natuurlijk, die worden ook voor een stuk betaald met belastinggeld. Net zoals ook als je bijvoorbeeld als werknemer ziek zou komen vallen, ziek zou komen te vallen, dan krijg je dus ook van de overheid een uitkering om toch nog het verschil in inkomen te kunnen overbruggen, zodat je eigenlijk geen koopkracht verliest. Dat is dus ook een uitkering die wordt betaald met belastinggeld. Net zoals als je op pensioen gaat, pensioen wordt ook betaald met belastinggeld en sociale bijdrage. Is de staatsschuld aan het krimpen? Als je een beetje de kranten wat volgt, het nieuws wat volgt, dan moet je eigenlijk wel weten dat de staatsschuld allerminst aan het krimpen is. En dat is een jammerlijke zaak. Maar aan de andere kant, we zitten nu natuurlijk ook
binnen een crisis natuurlijk, dus de coronacrisis, die natuurlijk ervoor zorgt dat wij als staat heel sterk moeten gaan ingrijpen om iedereen voldoende koopkracht te doen behouden en anderzijds ook bedrijven recht te houden. Want we willen natuurlijk vermijden dat door deze coronacrisis dat de economie zal instorten. Ik zie ook nog een vraag over, ik ben godstudent en heeft dat dan een impact op de belastingen die mijn ouders betalen? Nee, want als godstudent word je eigenlijk nog altijd geacht om deel uit te maken van het gezin. Dus op basis daarvan oordeelt de belastingadministratie dat je eigenlijk nog altijd de last bent van je ouders, waardoor dus jouw ouders geen fiscaal voordeel verliezen daardoor. Dus je moet daar eigenlijk geen zorgen om maken. Dan ook nog een vraag, een heel belangrijke vraag. Wordt mijn zakgeld belast? Nee, jouw zakgeld wordt niet belast. Dat gaat eigenlijk over heel kleine bedragen. Zeker als min 18-jarige wordt dat eigenlijk gewoon niet in aanmerking genomen voor de belasting. Ik zie dat de tijd bijna om is, dus we gaan nog één laatste vraag doen. En even kijken. Ja, een heel leuke vraag. Betalen ministers evenveel belasting? Ja, ministers betalen heel veel belasting, omdat ze natuurlijk, de minister heeft het gezegd, personenbelasting is progressief. Dus ministers, aan de hand van hun inkomen, betalen zij eigenlijk gemiddeld toch altijd meer dan 50% belasting op het inkomen dat zij als minister ontvangen van de Belgische staat. Dus ze betalen zeer veel belasting door. Tot daar de vragensessie, want ik zie dat de tijd om is. Bedankt voor jullie aandacht en ik hoop dat ik eigenlijk veel van jullie vragen heb kunnen beantwoorden. Dank u wel.